Om onbegrijpelijke redenen heeft Margreet Dolman geen eigen programma meer. Maar gelukkig was ze eergisteren te wonderen in het programma Max en Loretta. En meteen is de diva weer spraakmakend met ongezouten kritiek op het optreden van Heleen van Rooyen in Pauw en Witteman. En die Heleen van Rooyen, die echt zo heel zo plakt, maar die komt helemaal niet over. Die komt helemaal niet over. En die Jort Kelder ook. Je mag toch helemaal niet geen minister zijn? Zo, ja. En dat voelt toch zo plat en ordinair. En dan dacht ik van, had ik daar maar gezeten. En Pauw en Witteman, die lieten Ellen Vogelaar gewoon vallen. Eigenlijk, ik vond het verschrikkelijk. Ik denk, en dan denk ik van, dat kan toch niet, dit mag toch niet, zoiets. Ja, en dan word je die boos. Die slecht van Heleen van Rooyen zegt, rot op! Ja, blijkbaar krijgt Margreet toch vroeging, want een dag later hangt ze in hetzelfde programma aan de lijn om haar excuses te maken. Maar of dat nou echt nodig is? Maar ik dacht toen ineens van, ja, ik had toch het over Heleen van Rooyen. Had ik misschien toch niet moeten zeggen dat het een slet was, hè? Oh, weet ik niet. Is dat niet erg? Ik vind het niet zo erg dat je dat gezegd hebt, nee. Doktoren klagen de laatste jaren nog eens dat patiënten minder respect hebben voor hun vak en hun medisch oordeel. Neem nou de patiënt in dit fragment. Die gedraagt zich bijvoorbeeld wel erg vrijpostig. De 37-jarige Johannes Hemmes komt op het spreekuur bij reumatoloog Radboud Dolheen. Het consult begint met een misverstand. Je mag daar plaatsnemen. Een item over de kunstroof in RTL Z-nieuws van gisteren is gemonteerd in authentieke Geert Wilders-stijl. Of het nou een echte Jan Steen is, een ring met diamanten of een Delsblauw hondje. Zodra het kunst heet, hangt er een pittig prijskaartje aan. En zoals met alles waar veel geld mee gemoeid is, dat trekt criminelen aan. In RTL Voetbal geeft Marco van Basten commentaar op de verloren interland tegen Wit-Rusland. Marco heeft voor het interview nog snel even een kippetje gegeten, maar die bleek niet goed geplukt. En daarna is het heel ongeïnspireerd. Terwijl ik dacht, nou, er staat nog 0-0 alle kanten op, maar het was klaar. En dan zie je dat het gewoon een hele gevaarlijke counterploeg is. En daar hadden we moeite mee. Zo'n wedstrijd waar je eigenlijk jezelf wil presenteren of het eerst oefenen. Hoe teleurstellend is het dan dat je dan dit ziet, wat je natuurlijk niet verwacht? Ja. En 100% inzet moet hebben. En als ze daar een paar verzaken of het iets te makkelijk opnemen, dan krijg je het voor je kies. Het zou het zijn. Een kippetje. In het AVRO-programma Op de Bon wordt een jongen betrapt omdat hij met levend aas vist. Paradoxaal genoeg komt de visser met een zeer diervriendelijk verweer. Maar de andere visser is iets minder keurig. Dit is levend aas. Op de Bon. En het visje krijgt natuurlijk zijn vrijheid terug. Waarom vis je met levend aas? Dood maakt me zielig. Een creatief montagestaaltje. De promofilmpjes voor de detective-serie Midsummer Murders en het programma Tussen Kunst en Kitsch lopen naadloos in elkaar over. Mr. Baxter was murdered. By whom? Well, I understand that he made enemies. Daarvoor waardevol antiek of prularia. Tussen Kunst en Kitsch. Lingo-kandidaat Lisanne heeft haar vriend Ben meegenomen. Lisanne is dol op Ben, want hij is zo lekker creatief met taal. En Ben is ook een beetje een boefje. Zet. Zuigen. Z-U-I-G-E-N. Tampon. T-A-M-P-O-N. Klakje. Kwakje. K-W-A-K-J-E. Nog één keer Max en Loretta. Dit keer is modekenner Marjan Conraads de gast. Marjans verschijning is excentriek te noemen. Haar verhaal ook. Je ziet eerst wat ik om mijn nek heb. Dat is van een kunstenares, Alette Pilon, die trouwens net zoals jij stapelgek is op dieren. Ik weet niet of hij honden heeft. En die gebruikt afval. Dus als zij langs het strand loopt en ze ziet een dode vogel lopen. Harm Edens presenteert een cursus Italiaans in het telejakprogramma Talenwonders. De eerste scène van de eerste les belooft weinig goeds. Als u in het buitenland de juiste aanspreekvormen kent, dan kan dat heel prettig zijn. Dank je. Op het verkoopkanaal Liveshop prijst Caroline een prachtig stuk kerstversiering aan. Caroline laat de kijker rijkelijk delen in haar kennis van het natuurverschijnsel sneeuw. We hebben hier weer een variant erop van Mr. Christmas, de Winter Wonderland Cable Car. Ik vind dit ook heel erg leuk dat er op het huisje eigenlijk ook sneeuw ligt. En dat is natuurlijk heel normaal, want sneeuw valt niet alleen op de grond, maar ook op de daken. Zijn Caroline gaat helemaal op in haar verhaal. Echt helemaal. Helemaal mooi. Er zit hier al muziek bij. Het is al helemaal af. Ook helemaal met de hand beschilderd. Natuurlijk met de leuke hutjes. Helemaal mooi. Alles helemaal af. En natuurlijk helemaal met de hand geschilderd.
Helemaal mooi. Kijkt u eens wat mooi. En nogmaals, helemaal met de hand gemaakt. Zelfs op de skietjes. Helemaal mooi. Helemaal kerst. U ziet de sneeuwpop. Helemaal lief. Oh, u ziet hier het hertje. Kijk dan wat lief. Helemaal mooi. Echt helemaal af. Dit is kidding. Wat is jouw stopwoordje? Nou, ik weet het niet, maar niet helemaal, toch? Nee. Nee. En tot slot, vandaag wordt oud-proftennisser Boris Becker 40 jaar. Een van Becker's meest indrukwekkende momenten uit zijn rijke sportcarrière kwam al vroeg in zijn leven. Op zijn 17e werd Boom Boom Becker wereldberoemd als de jongste winnaar op het heilige gras van Wimbledon. We gaan terug naar het jaar. Nee, een aantal mensen dachten dat we er al waren, maar deze service was uit. Ja, één matchpunt verloren gegaan door het slaan van een dubbele fout. En ja hoor, daar is het zover. Dit is de glorieuze overwinnaar van Wimbledon 1985, Boris Becker, 17 jaar, uit Lyman bij Heidelberg. Dit is het beeld van een triomferende Wimbledon kampioen 1985, Boris Becker uit West-Duitsland. Het moment, denk ik, om terug te gaan naar Hilversum. Ja, wilt u iets terugzien?